zeggen. Hoi mensen van mijn kanaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag niet zo heel leuk, want ik heb iets stoms gedaan. Ik ben het gewoon even helemaal zat. Soms loop je emmer vol. Jullie weten vast, jullie hebben vast wel eens meegemaakt dat je een moment hebt dat je denkt van oké, iedereen, zak maar door de grond. Zo'n moment heb je allemaal wel eens. Nou, zo'n moment had ik vandaag. Gebeurde iets kleins en ik reageerde er nogal heftig op. Ik ging met mijn poot tegen de kast aan trappen uit frustratie, uit woede. Het is gewoon allemaal opgepropte frustratie wat ik heb. En dat is niet de oplossing. Ik heb er achteraf ook heel veel spijt van. Maar ja, goed, ik kan het niet terugdraaien. Het is gebeurd. Maar ja, het heeft gevolgd dat ik vanmiddag op de eerste hulp zat. En dat ik nu met mijn voet omhoog zit. Want het is gewoon zwaar gekneusd. Ik weet niet precies wat er mee aan de hand is. Het is in ieder geval niet gebroken. Dat is in ieder geval positief. Maar het zit nu ingezwachteld. En ik moet nu 2 dagen met mijn voet omhoog. En ik kan er ook absoluut niet op lopen. Het doet heel veel zeer. En ja, eigenlijk is wel dikke bult. Maar ja, ik kan het niet mooi maken dan het is. En ja, ik zit er weer mooi mee. Ik heb mezelf nog verder in de punarie gebracht. En ja, dat is gewoon eventjes het kloten eraan. Maar we hebben ook leuk nieuws, want we hebben de 800 abonnees gehaald. En jullie motiveren mij extra om door te gaan en jullie helpen mij ook hier doorheen. Want het is toch een bepaalde afleiding voor mij en ik vind het super leuk om te doen. Dus dat vind ik eventjes voor iedereen die kijkt. Dankjewel voor jullie support, voor jullie steun, voor jullie berichtjes. Echt waar. En mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, je zal wel denken van jeetje, wat een iemand zit daar die zichzelf even met de poot tegen de kast aan trapt. Ja, sorry, het gebeurt gewoon. En ja, ik zit ook nog steeds met mijn schouder in de sling, dus ik maak mezelf absoluut niet makkelijker. En ja, we gaan maar afwachten, hopen dat het in ieder geval de betere kant op gaat met mijn voeten. We gaan trouwens een winnaar trekken vandaag. Dat gaan we sowieso doen. Ik wil je niet in de steek laten door mijn eigen stomme schuld. Jeroen Rutgers, van harte gefeliciteerd met het winnen van de bioscoopkaartjes. Heel veel plezier alvast. En neem even contact met me op via mijn e-mailadres wat hier in beeld verschijnt. Zorg dat de kaartjes bij jou terechtkomen. En iedereen bedankt voor het meedoen. Er zaten super leuke reacties tussen. En hou mijn kanaal in de gaten, want wie weet heb ik binnenkort wel weer een leuke giveaway. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot misschien morgen in de livestream van de Auto Theorie. Bye bye!